Dante, geschreven in de 14e eeuw in zijn goddelijke komedie Een tocht door het hiernamaals. En het eerste deel daarvan maakt hij samen met Virgilius een reis door de hel. Een tocht de diepte van de aarde in. En ze komen daar geweldplegers tegen, bedriegers en niet toevallig ook wel heel veel politiekers. En wanneer zij in de allerdiepste krocht van de hel terechtkomen, dan ontmoeten zij de duivel, Lucifer, de duivel zelf. En Dante beschrijft Lucifer als een driekoppige, harige reus. En zijn drie koppen die zijn ook niet toevallig zwart, geel en rood. Reeds in de middeleeuwen kende men de kleuren van het kwade. En die drie koppen die zijn elk op een verrader aan het kouwen. Judas en de twee verraders van Julius Caesar, Brutus en Cassius. En nu, zeven eeuwen later, mag ik er toch van uitgaan dat ze zijn uitgekauwd, dat er alleszins geen smaak meer in de kauwgom zit, dat de bekken leeg zijn en dat de verraders van destijds waarschijnlijk wel verslonden zijn. Maar ik ben ervan overtuigd dat Lucifer niet zal verhongeren. Na het lezen van de verkiezingsbeloftes enerzijds en na het lezen van het regeerakkoord anderzijds, kan ik immers een heel lijstje opstellen van aartsleugenaars en verraders van Vlaamse kiezers die zeker in aanmerking komen als hapje. Vrienden, ik zou van de gelegenheid willen gebruikmaken om u enige Vlaams Belangkritiek mee te geven op het federale regeerakkoord. U heeft de kans niet gekregen om daarover iets te vernemen via de Vlaamse mediakanalen. De nieuwsdiensten die hebben immers alleen oog voor de linkse oppositie. En voor de VRT is zelfs het linkse geleuter van SPA en Groen onvoldoende. Zij haalden deze week een in Wallonië verkozen PvdA naar de studio om zijn communistische mening te laten geven over het federale regeerakkoord. En dan mogen we eigenlijk nog van geluk spreken dat Abu Jaja, wegens deelname aan het spelprogramma De Slimste Mens, en ook die moslim-extremist Choudhary, wegens ondertussen opgepakt, dat die allebei verhinderd waren om opnieuw naar de studio's te komen. De nieuwe federale regering is alleszins ongeveer de 12e regering op rij die van werkgelegenheid een prioriteit wil maken. CD&V probeert er voortdurend op te wijzen dat het regeerakkoord eigenlijk een voortzetting is van het beleid van Di Rupo I, terwijl de N-VA met veel tromgeroffel aankondigt dat dit regeerakkoord juist een grote trendbreuk gaat zijn. En Open VLD die is dan weer zo lyrisch over het regeerakkoord dat je u afvraagt wat zij überhaupt de afgelopen 15 jaar in de regering hebben zitten doen. De brave kiezer die hoopte op een sociaal-economische trendbreuk, die krijgt een verlenging van de loonmatiging van Di Rupo I. Men blijft ook de klassieke begrotingstrucs toepassen, zoals vervroegd innen van belastingen, deze keer op het pensioensparen. Er is de indexprop, waardoor de bevolking andermaal aan koopkracht verliest. En er is de verhoging van de pensioenleeftijd, waardoor de hardwerkende Vlaming de rekening mag blijven betalen tot hij letterlijk kromgewerkt is. Tijdens de verkiezingsdebatten was er nochtans geen enkele partij voorstander van het optrekken van die pensioenleeftijd naar 67 jaar, zoals nu in het regeerakkoord staat. Integendeel, op pagina 11 van het verkiezingsprogramma van N-VA stond dat ze de pensioenleeftijd willen behouden op 65 jaar. Op de oude versie van dat verkiezingsprogramma tenminste. Want als je nu op de webstack gaat kijken, zie je dat het ondertussen is aangepast aan het regeerakkoord. De kracht van verandering van verkiezingsprogramma allicht. Ik noem dat woordbreuk. De brave kiezer die gehoopt had op de afschaffing van de wet Lejeune, of op een aanpassing van de afkoopwet, u weet wel, waardoor de grote fraudeurs en andere rijke criminelen hun straf kunnen afkopen, die moet ik helaas teleurstellen.
efficiënte maatregelen in de strijd tegen het georganiseerd buitenlands banditisme, zoals de herinvoering van gerichte grenscontroles, die komen er even min. De brave kiezer die gerekend had op een verstrenging van de nationaliteitswetgeving, ook die is eraan voor de moeite. De kennis van de streektaal wordt nog altijd niet als criterium opgenomen voor het verkrijgen van de nationaliteit. Het debat over asiel en migratie deze week ging trouwens veel te weinig om de inhoud. Er was de hysterische onkelings die liever een ware heksenjacht opende op de nieuwe staatssecretaris van N-VA, Theo Franke, omwille van enkele ongelukkige uitspraken in het verleden. Vlaams Belang weigert mee te doen aan die hetsen. Wij wijzen die af omdat we zelf maar al te goed weten wat het is om er het slachtoffer van te zijn. Wij weten dat heel goed, want de Franke-rel was niks in vergelijking met de drek die wij de afgelopen jaren over ons heen hebben gekregen. Maar wij, beste vrienden, wij zijn er nooit voor door het stof gekropen. In plaats van overbodige excuses had Franke een heel klein beetje zelfrespect mogen tonen en hen inhoudelijk van antwoord moeten dienen. In plaats van een knieval te maken, had hij met cijfers en feiten kunnen aantonen dat die massa-immigratie geen grote bijdrage heeft geleverd aan het maatschappelijk systeem. Integendeel, dat het er een steeds grotere hypotheek op legt. In plaats van plat op de buik te gaan voor Charles Michel, had hij moeten zeggen wat het Vlaams Belang al jaren zegt en wat iedereen ondertussen kan vaststellen. De massa-immigratie tast de fundamenten van onze samenleving aan. Er moet eindelijk en dringend een halt aan worden toegeroepen. Maar helaas is de knieval van Franken al een zeer vroege illustratie van de slaafse houding van de Vlaamse meerderheid in deze federale regering. En het toont ook aan dat de grote verandering in zaken het lakse migratiebeleid er met deze federale regering niet zal komen. Een effectieve immigratiestop komt er niet. Integendeel, de regering neemt zich voor de economische immigratie nog wat verder aan te zwengelen. Men houdt dan ook nog eens hardnekkig vast aan het dogma van het ongelimiteerd vrij verkeer van personen binnen de Europese Unie. Terwijl duizenden Vlaamse jobs verloren gaan door de oneerlijke concurrentie van goedkope arbeidskrachten uit Oost- en Zuid-Europa. In zaken asiel en migratie blijft deze regering blindelings naar de pijpen dansen van de immigratiemachine van de Europese Unie. In plaats van opnieuw zelf te bepalen wie je onder welke voorwaarden binnenlaat, kiest men voor nog meer EU-menging. Terwijl het juist die EU is die ons ervan weerhoudt een eigen voldoende streng asiel- en immigratiebeleid te voeren. Vrienden, de vele brave kiezers die op de beloofde communautaire ommezwaai hadden gerekend, die zijn nog het meest ontgoocheld van allemaal. Want net zoals in het Vlaamse regeerakkoord, Chris heeft er al naar verwezen, staat ook in dit federale regeerakkoord geen enkele Vlaamse ambitie. Geen woord over de miljardentransfers. Geen half woord over de dotaties of de protocolaire rol van het Koningshuis. Geen letter over taalwetten, taalrechten of taalverplichtingen. Zelfs geen symbolische gesten, zelfs niet de communautaire fopspeen van dat artikel 195 van de Grondwet. Die zesde staatshervorming die zal loyaal uitgevoerd worden. Niets ervan wordt rechtgetrokken. Meer nog, N-VA voert braafjes uit wat ze nauwelijks een jaar geleden nog met de grond gelijk maakten. En begin dit jaar heb ik een interview met Peter de Rover in de Tijd gelezen. En daarin liet hij zich ontvallen, als ik het mij goed herinner. Ik citeer uit mijn hoofd. Men heeft het vaak over een A4'tje waarop de Vlaamse eisen moeten staan. Maar als de N-VA niet meer dan 25% haalt, dan zal dat een klein A4'tje zijn. Maar als het 30% is, of meer, dan vraagt de kiezer dat er spoed wordt achtergezet. Dat was het citaat. En het werd meer dan 30%. Maar we krijgen zelfs geen A4'tje.
zelfs geen A5'je. Het werd gewoon een maagdelijk wit blad, geen enkele Vlaamse eis. En van enige spoed is er al even min sprake. Elke communautaire beweging is de komende 10 jaar gewoon weg geblokkeerd. Het woord spoed dreigt dezelfde betekenis te krijgen als het begrip onverwijld van Le Terme ten tijde van de BHV-kwestie. Ik kan mij niet voorstellen dat Judas, Cassius of Brutus grotere leugenaars waren dan die in de rover. Met zoon en vejaars zijn er alleszins geen tjeven meer nodig. De enige kracht van verandering in de praktijk is dat de Franstaligen het communautaire niet meer afwijzen, omdat het simpelweg door de N-VA zelfs niet meer op tafel wordt gelegd. Met dit akkoord hebben die fameuze zoetwater-independentisten, respectievelijk confederalisten, zichzelf gedegradeerd tot flaminganten voor één dag. Op 11 juli met name. En dan nog liefst als het geen slecht weer is. En de grote verwezenlijking is blijkbaar dat de PS in de oppositie zit. Wel, die PS zit daar wel met een heel gerust gemoed. Gerustgesteld dat er weer 10 jaar tijd is gekocht. Gerustgesteld dat er gedurende die lange tijd elk jaar opnieuw 16 miljard euro van de Vlamingen binnenkomt. Met dank aan Jan Jambon, Peter de Rover en co. Ik heb De Wever horen zeggen dat hij nooit nog in een regering met de PS wil. Ik zal hem een kleine hint geven. In het Vlaams parlement, daar zit geen PS. Maak werk van artikel 1 van zijn eigen statuten in plaats van het te verloochenen. Sluit die federale boutique, maak werk van een onafhankelijk Vlaanderen en pas dan ben je voor altijd van die Parti Socialist verlost. Vrienden, in de Kamer zijn we klein, maar dapper. In tegenstelling tot de talrijke collega's die zedig zullen zwijgen omwille van de federale regeringsloyaliteit, in tegenstelling tot die kudde klapvee van applausmeester Jambon, zal het Vlaams Belang blijven weerstand bieden en steeds opnieuw de vinger op de wonden blijven leggen. Ik beloof u dat wij de komende dagen, weken en maanden telkens opnieuw de druk zullen blijven opvoeren bij die bevoegde ministers om woorden eindelijk om te zetten in daden. Ik beloof u dat wij de komende dagen, weken en maanden de luis in de pels zullen zijn van de establishmentpartijen. Dat wij met een radicale rechtlijnigheid die steeds het Vlaams Blok, het Vlaams Belang heeft gekenmerkt, zullen blijven doorgaan. En met deze gedachte in het achterhoofd heb ik alle vertrouwen in de nieuwe voorzitter en in de nieuwe ploeg. En ik ben met Virgilius begonnen, ik ga ook met hem eindigen. Timei danaos et tona ferentes, wist hij te zeggen. Vertrouw geen Grieken. Wel, ik heb alle vertrouwen in Tom van Grieken. Ik dank u.